Zeker weten, ja. Ja, het was een zware wedstrijd. Ik denk fysiek heel zwaar. Maar ik denk dat wij, als je kijkt naar de wedstrijd, voetballend gewoon best een beter team waren. En ja, uiteindelijk hebben we het dan ook verdiend gewonnen met 1-0. En we hebben het tot het einde nog vast kunnen houden. Ook al werd het nog spannend op het einde. Maar ja, gelukkig hebben we de 1-0 wel vastgehouden en zijn waarschijnlijk door naar de volgende ronde. Ja, natuurlijk. We wisten dat we moesten winnen. En nou, dat hebben ze bereikt. En met het spelen hier, met de spanning en de adrenaline die de jongens in zich hebben. En ze hebben keihard geknokt voor een goed resultaat. En ik hou ze ook altijd voor, een wedstrijd kun je ook in het laatste kwartier beslissen. En nou, dan is het belangrijk ook dat het af en toe gebeurt. Nou, dan is logisch dat het natuurlijk een gigantische ontlading en een feeststemming in de kleedkamer is. Nou, dat hebben ze verdiend. Ja, je ziet de bal omhoog komen. Ja, je probeert zo de bal binnen te koppen. Ja, ik sprong zo hoog mogelijk als ik kon. Ja, knikte het mooi naar binnen. Mooi weer. Van Mocharai. Ja, zeker, dat doe je het voor. Die ambiance is natuurlijk prachtig. Ze waren gewoon, ja, weet dat, de toeschouwers hebben ons ook een beetje gesteund. Ons toegeleid dat we die 1-0 maken, dat we winst meenemen. Dus ja, dat is prachtig.